finale, 10-jarige jongens aan het Stadhek, aan de gate, ladies and gentlemen, voor de Push Bordicum. Nick Lenders, Dedem Spaart met Mel Gerrits, DVO Haartwegen met Levi Witbreuk, de Losprinters, Thomas Bergboer, hou hem in de gaten. We hebben Flying Biker, Kootwijkenbroek, de Hoge Veluwe met Ruben Boersma. En finally, voor Unitas Assen en Paris Assen, voor Mr. David Haverdings. Set him up, guys. Take it up. Wow, watch the gate, watch the right, en dan komt hij aan. Die man die vierkant voorop in gevecht met de Kootwijkenbroek, side to side, shoulder to shoulder. Coming up here, to the first spot. Is even kijken naar weggelegd voor de Ruben Boersma. Come on, ladies and gentlemen, let me hear you. Ruben Boersma is de man die hier in de hals op en naar de leiding gaat. Second spot dan aan voor onze grote vriend van de Lofprinters. Het zal daar Thomas Bergboer zijn op plaats nummer 2. 3, 3 in de position voor de platte. Ja, die 15 van Nick Lenders voor de Loepers op plaats nummer 3. In de achtervolging, maar wie haalt hem terug? Wie haalt onze vriend terug van Kootwijkenbroek? Ruben Boersma. Hij wordt hier ook wenskampioen 2014. Ja, dat hadden jullie.